groeien hier maar liefst 80 soorten bramen in Friesland. En de meeste daarvan die zijn hier in het Nationaal Landschap de Noordelijke Friese Wouden. Er zijn aangename bramen, er zijn onaangename bramen, maar alles is eetbaar. En het is ook een enorme iets wat goed is voor de biodiversiteit in het gebied. Want er zijn enorm veel insecten en vlinders die afhankelijk zijn van die bramen. En uiteraard de vogels. He? Dus het is een geweldige bron voor voedsel voor die dieren. Het thema dit jaar is smaak van waren. Dus we gaan het hebben over de dingen die je kan maken, de producten die je kan maken met wat hier in de omgeving groeit en bloeit. Zowel in de natuur als in je eigen groentetuintje. Het is een hartige taartenbakwedstrijd. Daar horen de bramen helaas niet in. Dat is meer iets voor koekjes en toetjes. Daar wou ik door één kant tegen dat je hier mee maken. Want je kunt natuurlijk heel goed ook een bramen chutney maken. Okay, en dan heb je iets pittigs. Mogen de mensen ook plukken tijdens brommels? Hoe werkt dat? Ja, je kan plukken in openbaar groen. En in de landerijen die opengesteld zijn, daar hangt de paarse brommelsvlag uit. Dan mag je plukken zoveel je wil. En wel graag met respect voor de planten. En dat is ook een heel handig hulpmiddel bij. Dat is de plukstok. Dan kan je de hoge takjes naar je toe trekken. En de allerdikste plukken, want die hangen altijd hoog en altijd aan de andere kant van de sloot. Maar dan komen mensen er zelf achter. Kost dat moeite, dan heb je ook wel de allerlekkerste.